Welkom bij deze meditatie. Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over de Samaritaanse vrouw naar aanleiding van Johannes 4, vers 1 tot en met 30. Ik wil dat gedeelte eerst met jullie gaan lezen. Johannes 4, vers 1 tot en met 30. Toen u de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sychar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob, zijn zoon Jozef, gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar: geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem: hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar: als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt: geef mij te drinken, u zou het hem gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem: mijn Heer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levend water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zei tegen haar: ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen hem: mijn Heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en hier niet hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar: ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem: ik heb geen man. Jezus zei tegen haar: u hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem: mijn Heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar: vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem: ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar: ik ben het die met u spreek. En op dat moment kwamen zijn discipelen en zij verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand: wat zoekt u of wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen: kom, zie, iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb,
zou hij niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. Tot zover de schriftlezing. Jezus trok van Judea naar Galilea. Om daar te komen moest hij door Samaria. Judea lag ten zuiden van Samaria, Galilea in het noorden. Op verschillende plekken lezen we dat de Joden niets moesten hebben van de Samaritanen. Maar hoe kwam dat precies? Wie waren die Samaritanen? Over de geschiedenis van die bevolkingsgroep kunnen we lezen in 2 Koningen 17. Vanaf de tijd van de koningen Rehabiam en Rehobiam was het volk van God verdeeld geraakt in 2 koninkrijken. Israël, ook wel het 10-stammenrijk genoemd, en Juda, ook wel het 2-stammenrijk genoemd. Van beide rijken lezen we dat de koningen vaker de heren de rug toekeerden dan dat ze hem dienden. Daarmee trokken zij het volk mee in de zonde. De situatie in Israël was ernstiger dan die in Juda en het 10-stammenrijk was dan ook het eerste dat werd weggevoerd al meer dan 100 jaar voor het 2-stammenrijk. En waar we over het 2-stammenrijk lezen dat ze na afloop van de Babylonische ballingschap weer mochten terugkeren naar hun land, is het 10-stammenrijk verdwenen. Rond 720 voor Christus werd Samaria belegerd door de Assyriërs. Samaria was het gebied waar het 10-stammenrijk woonde. De Assyriërs hadden een behoorlijk groot rijk opgebouwd door gebieden te veroveren, maar dat zal regelmatig op verzet hebben gestuit. Dit losten ze op door hier en daar volkeren weg te voeren en de mensen te verspreiden over andere delen van het rijk. Vervolgens kwam daar dan een samenraapsel voor terug van mensen uit andere volkeren die op andere plekken in het rijk waren weggevoerd. Deze vermenging zorgde ervoor dat de koning niet te maken kreeg met eensgezind verzet van grote groepen. Met het vertrek van de Israëlieten en de komst van de nieuwe bewoners zou je verwachten dat de godsdienst van de Israëlieten geheel zou verdwijnen uit het gebied. Maar dat liet de Heere niet toe. In 2 Koningen 17 vers 25 lezen we: en het gebeurde in de begintijd dat zij daar woonden, dat zij de Heere niet vreesden. Daarom zond de Heere leeuwen onder hen, die enigen doden. Hoewel deze nieuwe bewoners de Heere niet kenden, begrepen zij wel wat er aan de hand was. Ze begrepen dat ze de God moesten gaan dienen die bij dat land hoorde. Maar hoe dan? Ze kenden God niet. Daarom liet de koning een van de priesters die uit het land was weggevoerd terugbrengen om de nieuwe bewoners hierin te onderwijzen. Deze mensen gingen dus de Heere dienen, zij het op een gebrekkige manier, maar zij stamden niet af van Gods volk. De Joden bleven hen zien als tweederangs burgers en vermeden het contact met de Samaritanen. Dat was 750 jaar later, tijdens de geschiedenis van de tekst van vandaag, nog steeds het geval. De Samaritaanse vrouw uit deze geschiedenis is dan ook verbaasd dat Jezus haar aanspreekt. Dat is ze niet gewend. Joden kijken haar normaal met de nek aan. Jezus laat aan haar merken dat hij weet wie zij is. Voor hem is niets te wonderlijk. Ze erkent dat hij wel een profeet moet zijn en geeft aan dat de Heere volgens de Joden in Jeruzalem moet worden aanbeden, maar dat de Samaritanen dat op de berg doen waar ze op dat moment zijn. Dan laat Jezus aan haar merken dat er een grote verandering aan het plaatsvinden is. Duizenden jaren leeft er alleen het uitverkoren volk met de Heere
en moest je in Jeruzalem zijn om hem te aanbidden. Dat gebeurde in de tempel via de priesters. Maar Jezus kondigt aan dat de manier waarop de Heere wordt aanbeden zal veranderen. Opvallend is dat we meerdere keren lezen dat de Samaritanen, hoewel ze niet tot het volk van God behoren, heel goed blijken te begrijpen wat er gaande is. 750 jaar eerder begrepen de voorouders van deze vrouw maar al te goed dat de tegenspoed waar ze mee te maken kregen werd veroorzaakt doordat ze de God van het land niet dienden. Nu blijkt ook deze vrouw goed in de gaten te hebben waar Jezus het over heeft en blijkt zij te weten dat de aankondiging die Jezus doet samenhangt met de komst van de Messias. Jezus zegt tegen haar dat hij de Messias is en ze begrijpt meteen dat hij de waarheid spreekt. Dat begrip is tegenwoordig bij de meeste mensen ver te zoeken. Mensen begrijpen de tekenen van de tijd niet meer, terwijl we nu veel meer kennis en mogelijkheden hebben dan 2000 jaar geleden. Waar de meeste mensen 2000 jaar geleden begrepen dat er wel een God moest zijn, of dachten dat er meerdere goden waren, probeert de zelfbenoemde wetenschap voor alles een verklaring te vinden waar geen God bij betrokken is. Hoe onwaarschijnlijker die verklaringen worden, hoe krampachtiger houdt men zich eraan vast. Zo denkt een groot deel van de mensen in de westerse wereld dat de aarde is ontstaan doordat er niets was, wat vervolgens ontplofte. En regent het vaker dan we gewend zijn, dan wordt vergeten dat het de Heere is die het weer in zijn hand heeft en dat het niet komt doordat we de aarde op laten warmen, alsof we zelf het weer naar onze hand zouden kunnen zetten. En de tekenen van de tijd, waarin aan de ene kant het kwaad steeds intenser wordt, maar aan de andere kant ook het evangelie in een steeds groter deel van de wereld verkondigd wordt, worden ook niet opgepikt. Waar deze Samaritaanse vrouw wist wat de komst van de Messias betekende, weten maar weinig mensen wat de wederkomst inhoudt. De verandering waar Jezus over sprak, kwam er. Tot dat moment was er alleen het oude verbond, het verbond met Abraham, dat gold voor Gods uitverkoren volk. Dit volk was door hem apart gezet om hem te dienen. Het was niet onmogelijk om de Heere te dienen als je geen Israëliet was. Zo blijkt wel uit de situatie van de Samaritanen. Maar het oude verbond was wel beperkt. Het dienen van de Heere verliep via tussenpersonen en was gebonden aan de door de Heere aangewezen plaats. Met Jezus kwam er het nieuwe verbond. En dit verbond geldt voor heel de mensheid. Het is niet langer exclusief voor Gods uitverkoren volk. De Samaritanen horen er vanaf dat moment dus ook volwaardig bij. Ook veranderde de manier waarop de Heere aanbeden kon worden. Niet langer was er een tussenpersoon nodig of een vastgestelde plaats. De Heere kan nu overal aanbeden worden door iedereen, dus ook door jou en mij. De tempeldienst in Jeruzalem is er niet meer. Maar de Heere is er wel. Hij is niet aan tijd of plaats gebonden. Wij kunnen de Heere altijd bereiken, overal. Voor de meeste van ons geldt, net als voor de Samaritanen, dat wij niet tot het uitverkoren volk van God behoren, maar tot de heidenen. En net als voor deze Samaritaanse vrouw, geldt voor ons dat wij er voor Jezus wel mogen zijn. Wij mogen volwaardig deel uitmaken van Gods koninkrijk. Niets staat ons nog in de weg om de Heere te dienen. Laten we hier gebruik van maken. Laten we het nieuwe verbond
met beide handen aanpakken. Het maakt voor ons 180 graden verschil. Zonder het nieuwe verbond zou er geen hoop zijn voor de heidenen. Nu weten we dat er voor ons wel hoop is. Niet alleen bracht Jezus een nieuw verbond, hij bracht ook verzoening door de straf te dragen voor onze zonden. Niet alleen voor de zonden van de Joden, maar voor iedereen die in hem gelooft, ongeacht afkomst. Dus ook voor de Samaritanen en ook voor jou en mij. De Samaritaanse vrouw ging meteen naar de stad om aan iedereen het grote nieuws te vertellen. Hoe doen wij dat? Vertellen wij het grote nieuws aan iedereen die het horen wil? Denk daar maar eens over na. Wij mogen best een voorbeeld nemen aan deze vrouw. Tot zover deze meditatie. De Heere zegene jullie.